Hoi Donk kwelt tegenwoordig veel mensen. Coach Maurice Steijn is sterk beïnvloed door zijn reputatie vanwege de ongegronde uitspraken van Hoi Donk. Ook Pierre van Hoi Donk verloor zelf zijn baan en kreeg veel kritiek te verduren. Nu dreigt een groot programma te ontbinden. Er zijn voorstellen geweest om studiovoetbal van de NOS te verwijderen. Media-expert Victor Vlam vindt het absurd dat Pierre de coach beschuldigt. Dat is al een hele tijd aan de gang. Want in die studio voetbalshow leverde Pierre van Hoi Donk bijna wekelijks aan Maurice Steijn. Hij vindt het echt een grote schande en de NOS pakt dit verkeerd aan. Maar het kan mensen ook wijzen op een waarheid. Produceert de NOS eigenlijk een talkshow over voetbal? Is dat de missie van de NOS of misschien meer van een aangesloten omroeporganisatie? En tot slot smeekte Victor Studio Sport om te verhuizen. Deze omroep kan veel beter. Net zoals tv-stations talkshows doen. De NOS doet aan nieuws en sport, dus hij heeft verstand van sportverslaggeving. Maar praten over voetbalwedstrijden is als praten over nieuws in OP1. Ook dat geeft de NOS niet. De oplossing die hij gaf was dat het makkelijker zou zijn als het losgekoppeld zou worden van de NOS. Want dit komt eigenlijk heel negatief over op de NOS. Dit is de omroep die het tijdschrift heeft gemaakt. Het is van groot belang dat die bevoegdheid behouden blijft. Naast Victor bleef Mistchel vragen stellen. Het is ook altijd een raar iets geweest, als het om sport gaat, gelden er ineens hele andere regels als het om journalistiek gaat. Ook zullen de presentatoren openlijk zeggen welke club zij steunen. In de journalistiek is het gebruikelijk dat je niet openlijk zegt dat je iemand steunt. Er zijn nogal wat kandidaten voor een levensvatbare introductie van Studio Sport. Twan van Peperstraten werkt bijvoorbeeld voor de tv-zender Ster Ron Boshart. Andere mogelijkheden zijn Jan Smit en Splinter Chabot. Điều kỳ lạ khi mà thể thao đột nhiên quy tắc hoàn toàn khác áp dụng khi nó như báo chí.